Etude in Bes majeur, pagina 36. Dit kun je met pedaal spelen, dat is veel mooier. En klinkt ook veel mooier. En dan gaat het als volgt. Je kan het op twee manieren spelen. Ofwel de makkelijke versie, die ga ik eerst laten horen. Ofwel de moeilijkere versie. En dat is met de linkerhand overzetten. Dus 1, 2, 3, 4. Nu de moeilijke versie. 1, 2, 3, 4. Op het einde een klein beetje vertragen, dat is altijd mooi, hè? Voilà, dat was de moeilijke versie.